Hij is doodgeschoten. Heer Marnix. Heer Marnix. Heer Marnix. Willem van Nassau. Hij is dood. Het wordt tijd voor een nieuwe, sterke koning. Die daadkrachtig, maar naar eer en geweten zal regeren. Beloof me dat je dat bij alle beslissingen die je gaat nemen, zult bedenken. Dat beloof ik. Weet je, beste Barend, dat Willem van oorsprong Luthers was? Totdat op zijn 11-jarige leeftijd zijn kinderloze oom René van Charlon sneuvelde. Willem erfde toen al zijn titels. Hij werd stadhouder van Holland, Zeeland, van Utrecht en prins van Oranje. En wat heeft de tijd ze geleerd? Dat zelfs een gearrangeerd huwelijk best gelukkig kan zijn, al was Willem dan weinig thuis. Willem, ik heb je zo gemist. We zijn samen. Alleen. Dit is een regelrechte aanval. Ja, juist. De keizer was beloofd dat na de troonswisseling zijn zoon mensen uit onze adel zou kiezen. Ja, en nu schuift die Philips zijn eigen halfzus Margaretha van Parma naar voren als die landvoogd is. Jongens, dit kunnen we gewoon niet over onze kant laten. Nee. Het is een stuk venijn. Weg, weg, weg. Weg met al die regels, zeg. Weg met al die overheersing. En gebrek aan overleg. Wie denkt deze Margaretha en die Philips dat wij zijn? Weg met alle overheersers, anders krijgen ze. Ik hou van dit land. Ik haat dit land. Wat te doen met dit land? 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 We zijn een zeer verhuisde land. Dit magnifieke, domestieke, creatieve, agressieve, tolerante, irritante, rare Nederland. Als iemand anders denkt dan jij, dan is dat toch zijn goed recht. Dat kan je toch niet verbieden? Zelfs de koning niet? Maar ik heb de koning mijn trouw gezworen. Ik ben verplicht zijn bevelen op te volgen. Zelfs als het tegen je eigen geweten ingaat? Willem, jongen, bedenk dat zij die anders denken ook mensen zijn. Kijk, kijk, het rijke Roomse Rijk. Hoe misdadig, overdadig is de eenvoudige partij. Waar is de oprechte waarde? Van opstandige Nederlanden. Al die afvalligen moeten vermoord, want ze verraden Gods heilige woord. Ze zullen in eeuwigheid branden. Het volk heeft geen enkel vertrouwen meer in Oranje. In de Nederlanden groeit het verzet tegen de vredepraktijken van die Alfa. Mijn tactiek om het volk murf te krijgen door geweld en verarming wordt steeds duidelijker een succes. Zijn tactiek om het volk murf te krijgen door geweld en verarming stuit op een steeds groter wordende weerstand. Alle weerstand ebt weg. Ik voel gewoon dat het gaat lukken. Ik voel gewoon dat het gaat lukken. We staan op een keerpunt. Burgers van Leiden, laat ons, ondanks deze vreselijke honger, stand houden. Als het u helpt, zal ik mijn lichaam in stukken laten hakken en het u als voedsel uitdelen. Is dat wat u wil? Ja. Nou, het waait. Het gaat waaien. De lucht betrekt. Het begint te regenen. Gelukkig. Laat die arm van je dan maar zitten. Vrij zijn, vechten voor vrij zijn, daarvoor trotseren wij de hongersnood.
hoogste tweede, dan liever dood. Vrijheid in Leiden is ons grootste goed. Daarvoor gaan wij strijden ten onder, ook al kost het me mijn bloed. Vrij zijn in Leiden is gezonder. Vrij zijn in Leiden is gezonder. Dorpen en steden worden belegerd. En mensen worden uitgehongerd en als ze zich overgeven, uitgemoord. Ja, ik begrijp dat mijn broer Philips het katholieke geloof wil beschermen. Maar zo? Zo, klaar. Mag ik er nog één? Ja, ah, fijn. Die Willem van Oranje. Ik mis hem wel een beetje. Ik hoop maar dat zijn vrouw lief voor hem is. Hier al jarenlang zo beu en meer dan zat. Ik stap nu op, ik heb het helemaal gehad. Het is voorbij, kijk naar mij. Het is voorbij, echt voorbij. Het is voorbij, kijk naar mij. Leden van de Staten-Generaal, sta mij toe u mijn apologie voor te lezen. Iedereen moet het recht hebben om te geloven wat hij wil en om te denken wat hij wil. Dat is het recht dat ieder mens heeft. En ik zal strijden voor dat recht, tot mijn dood. Leg hem hier maar neer. Oh mijn God, wat is er nou gebeurd? Niet praten jij. Mond houden. Je bloedt als een rund. De arts, Louise, haal onmiddellijk de dokter. Eigenwijs, hè. Ik heb hem nog zo gewaarschuwd, maar niet willen luisteren. Ach, blijft een man, hè. Dank u, God, u zij geprezen. Even zitten, ik ben wat flauw. Dank je wel voor al je zorgen. De kapel als eerste morgen. Schat, wat ben je toch een sterke vrouw. Charlotte! Charlotte, zeg iets! Schat! Ze is dood! Ze is dood! Mijn lief, door jou dood. Sterft er ook iets in mij? Ik hoop dat je mij nu nog hoort. Ik heb echt niet geboft met die lelijke schoft. Ten slotte heeft hij een deel van mij toch nog vermoord. Willem is inmiddels getrouwd met zijn vierde vrouw, Louise de Colonie. En ze zijn in Delft gaan wonen. Oh, je zou me toch dat recept nog eens moeten geven. Ja. Hoogheid! Willem! Willem! Oh nee! Zeg iets! Willem! Wat doen we met die man? 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 Wat doen we met die man?